Yo mensen, toch weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999 met vandaag weer de nieuwe Jens Thornstra Manager Career Mode. En vandaag hebben wij de wedstrijd in de Conference League tegen de Victoria SC. Daarmee gaan we beginnen deze aflevering. En tot nu toe we hebben de eerste wedstrijd gewonnen, dus op zich ja, moeten we. We zijn, zijn we goed begonnen? En we hebben wel de volgende aflevering, donderdag, de wedstrijd tegen AC Milan. En dat belooft natuurlijk de eerste krachtmeting te worden tussen Utrecht en Milan. De eerste echte belangrijke wedstrijd in de Conference League voor FC Utrecht. En nu beginnen we maar nu tegen deze tegenstander. We hebben eigenlijk twee ja, makkelijke tegenstanders die we, kunnen, die we treffen. Een nou, lastige is natuurlijk AC Milan. Maar goed, we gaan kijken wat dat gaat worden. In ieder geval is die een vrij trap geweest voor de tegenpartij. VSC, ik noem even de afkorting, wel zo makkelijk. Zerouki, een labiat. Twintig minuten bijna gespeeld, nog steeds 0-0 tussen uh, VSC en FC Utrecht. Vitoria, ik, ik, ja, ik weet hoe de club heet, dus ja, op zich kan ik het ook zo doen. Maar nu moeten we wel oppassen dat er geen uh, uitbraak komt. De kans komt voor een voorsprong. Kun, kan de verdediging van Utrecht daar wat tegen doen? Voor ons nog niet, Er komt er een kans. Kunnen ze die bal dan voorgeven? Ja, uiteindelijk wel. Cornelissen kan er niet goed uitkomen. En dan uiteindelijk de redding uh, van de keizer. Die er nu toe eigenlijk uh, ja, goed doet bij FC Utrecht. De keeper van, uh, van Utrecht. En ja, we gaan uh, kijken of het misschien wel een kans gaat krijgen bij Oranje. Ja, wij zijn natuurlijk bondscoach van Denemarken. Dus uh, ja, dus daar kunnen we niks aan doen. Uh, in ieder geval qua Nederlandse spelers. Dus wat wel mooi is, is dat Labiat hier Utrecht op 1-0 zet. En dit is het de voorsprong van 1-0 dus voor FC Utrecht door Zakaria Labiat in deze Conference League wedstrijd. Na een half uur spelen kijkt Utrecht tegen een voorsprong van 1-0 aan. En dat is natuurlijk uh, perfect voor de ploeg van Jens Stoornstra. We zijn natuurlijk uh, van uh, Toronto FC. Een half jaartje nu dus bij FC Utrecht waar we eigenlijk deze twee seizoenen willen volmaken. Dit seizoen willen volmaken. En misschien dat de volgende seizoen wel een stap gaat komen voor Jens Toornstra binnen Nederland. Want er uh, gaan nu al namen rond topclubs in ieder geval Ajax, Feyenoord, PSV. Nou, als Thornton daaruit moet kiezen, dan weet je natuurlijk al wat het wordt. Dan wordt het Feyenoord. Thornton, die wel ziet zitten om Arne Slot te vervangen bij Feyenoord. Want die gaat vertrekken. Die gaat een uh, buitenlands avontuur tegemoet hier in de game. Die gaat uh, naar uh, België toe. Naar Anderlecht. Dus dat betekent dat uh, die plaats vrijkomt vol volgend seizoen. En ja... Jens Toorsta gaat daar zeker wel naar kijken. Om daar naartoe te gaan. Naar Feyenoord. Het is zorg gedaan door uh, Angelo. Dat zou natuurlijk ook een mooie stap zijn voor Toorsta. Laten we wel zijn. Van Utrecht naar Feyenoord. Twee ploegen waar hij voor gespeeld heeft. De ploeg waar hij daar nog niet gekozen heeft. Waar hij ook voor gespeeld heeft. Is ADO. Maar ja, die zit niet in de game. Dus dat kunnen we ook helaas niet uh, doen. Ook, anders had ik het wel gedaan hoor. Van ADO naar Utrecht. Van Utrecht naar Feyenoord. Maar ja, nu Feyenoord dus uh, misschien op het pad. We, zijn, we weten nog niks. En dan gaan we dus wel serieus naar kijken dan, uh, als het zover is aan het einde van dit seizoen. Als jullie dat trouwens ook willen, hè, de stap dan al. Of jullie misschien nog dat we blijven bij Utrecht. Om Utrecht nog wat uh, mooiste te laten beleven. Misschien wel een Europa League met Utrecht gaan doen. Ligt er ook aan wat wij dit seizoen gaan doen in de competitie. Want tot nu toe gaat het perfect voor Utrecht in de competitie. Dus ja, we, we gaan zijn in de strijd met de top 3. Utrecht, uh, die wel aardig in de buurt komt van de nummer 1 positie. Dus het zal uh, mooi zijn voor Jens Toornsta om kampioen te worden met FC Utrecht. Ook al is misschien nog uh, lang wachten. Zuruki. Komt de kans voor een 2-0. En dit is het ook zo vlak voor rust. 2-0 voor FC Utrecht. Zuruki. De man die kwam van Toronto. Na eerst gekocht te zijn door Toronto van Twente. En nu dus bij Utrecht zit. En daar het eigenlijk perfect doet. Hier dus vlak voor rust de 2-0 binnen tikt. En zo uh, kijkt Utrecht weer dus een 2-0 voorsprong aan. De extra tijd is voorbij in deze eerste helft. En die extra tijd is ook nu wel de ik al klaar. Ja, het is zeker klaar. Gaan we kijken wat de tweede helft gaat worden voor FC Utrecht. Hopen dat wij uh, ja, meer kunnen doen in de tweede helft. Die ondertussen al in het laatste kwartier is aangekomen. Waar nog steeds 2-0 staat. Maar Utrecht nu de kans krijgt. Maar de redding is van de doelman. Nog steeds de 0-2 voorsprong. Van de kust komt erin voor de Baas. Ook hij natuurlijk van uh, Ajax naar Toronto. En nu van Toronto naar Utrecht. Terug in Nederland dus. Baas. Ter Avest. Het schot wordt geblokt. Opvang hier door uh, Dovica's. Uiteindelijk is de bal dan nu voor. Vittoria. Laatste 10 minuten. Balk, doet het goed. Balk, Duvicas. Dan blijft weer een speler gepland liggen. Maar dat maakt niet uit. Want Smits schiet Utrecht op 3-0. En hiermee beslist de jonge Smits de wedstrijd. Als we iemand meer speelminuten willen gaan geven, dan is het Smits zeker wel. Torsta ziet zeker potentie in hem. Als uh, toekomstige sterspeler van misschien Utrecht, misschien Feyenoord. Weet niet hoe dat gaat lopen natuurlijk. Maar hij is wel een van de spelers die hij zeker meeneemt naar de club waar hij zo meteen naartoe gaat. Of zo meteen, het eind van het seizoen. Hier de keizer die bijna via zijn eigen doel inging. Maar het blijft bij een 3-0. En uh, hij haalt de bal nog binnen, binnen de lijn. En dat is dus uh, nog steeds gewoon de 3-0 voorsprong door Smits. Die de wedstrijd eigenlijk beslist. Hier komt hij er weer uit, Smits. Kan misschien nu een voorzet geven. Utrecht is uh, wakkerder geworden. Dit is de onderkant lat. Kaart op de lat ook. Al opgevangen nog. Douvika's. Smits opnieuw. Smits op zoek naar de ruimte. Extra tijd gaat in. Hoeveel extra tijd krijgen we? Die gaat twee naast. De extra tijd bedraagt. Hans even meehelpt. Uh, oh, we krijgen een wissel nu. Bij uh, Estupinan En ook de keeper is gewisseld. Dat is verrassend. André binnenlijnen voor Bastiaan. Eén minuut extra tijd. Die is ondertussen al voorbij. En de wedstrijd dus ook. En dan hebben we dus 3-0 gewonnen. Doen we het eigenlijk goed in de Conference Eén, uh, even kijken, maar Thijs Kok, die kunnen we naar het team zetten. Oh ja, bondscoach. Ik had het eigenlijk al verklapt. Maar we worden bondscoach van Denemarken. Ja, het is voor jullie ook een verrassing. Maar dan kom dat ik de video's al ja, vooraf opnemen, natuurlijk. Dus ik wist het al. Maar we zijn bondscoach geworden van Denemarken. Vandaar. En in plaats van dus. Um, ik had het net over Nederland. Nou, vandaar dus nu dat we bij Denemarken nu bondscoach zijn. We gaan een Europees toernooi doen met Denemarken. Natuurlijk Christian Eriksen. Ik ga die als aanvoerder neerzetten van Denemarken. We gaan uh, uh, voor de volgende aflevering zien jullie dan... In uh, nee, deze aflevering hebben we de eerste wedstrijd met Denemarken tegen Duitsland. Ook een EK-kwalificatie. Dus het is een belangrijke wedstrijd. Die gaan jullie deze aflevering dus zien. De eerste, ja, de eerste keer Jens Tonger staat bij Denemarken als bondscoach. Uh, ik ga trouwens hier het tweede, tweede elftal samenstellen... Voor de wedstrijdjes die we dan tussendoor hebben als we in de Conference League hebben gespeeld. Dan moeten de spelers rust krijgen natuurlijk. Twente gaan we nog met het baas zelf doen. En die spelen we gelijk 1-1. En nu dus hebben we de EK-wedstrijd. Groepsfase wedstrijd tegen Of groepsfase, de ja, kwalificatie. Evers gaan we uitlenen trouwens. Um, even kijken, daar ja, reageerden we op. Evers wordt uitgeleend. En ook uh, Scrimshy wordt uitgeleend aan schalke 04. Twee uh, spitsen die worden uitgeleend. Uh, Duitsland is nu dus de ploeg die we gaan treffen. De eerste wedstrijd in de kwalificatieronde van het EK. Voor de EK. En we gaan dus uh, met. Uh, ja, even kijken. Ik ga het elftal. Ja, andere opstellingen met elkaar spelen. Ik wil uh, dezelfde opstelling als bij Utrecht. 4-4-1-1. Uh, deze zetten we zo neer. Dan hebben we Hooiberg Noemen het iets anders. Uh, Eriksen en doen we dit zo. Andersen halen we eruit. Nee, en dus een Nelson halen we eruit. Voor... Even kijken. Dolberg. Gaan we met twee spitsen spelen. Wind en Dolberg. Erik ze achter de twee spitsen. Wordt ook de aanvoerder. En dan uh, even kijken wie we nog dan meenemen. Uh, de beste doelman zetten we erin. Nou, we gaan sowieso een andere uh, uh, doelman terug halen. De oudere doelman. Uh, ik ben even totaal vergeten hoe ze... Ja, hele laatste achternaam. Ik ga hem er ook niet aan wagen. De laatste keer toen we dat deden werd ik uh, uitgelachen. Dus ik doe het maar niet. Dat zien we dan wel. Uh, nu Duitsland-Denemarken. De eerste ontmoeting. Uh, onder leiding van Jens Toonstra. En de wedstrijd tegen PSV is voor de volgende aflevering. PSV Aasa Milan. Hebben wij de volgende aflevering. Donderdag. Morgen natuurlijk. Lennart Hartjes spelers square mode. Nu dus begonnen. Aan de wedstrijd tegen Duitsland. De eerste wedstrijd voor Jens Toonstra Als manager van. Als bondscoach van Denemarken. Denemarken, wat nu natuurlijk. Uh, ja eigenlijk sterker geworden is door de gebeuren met de eriksen en hij is weer terug christian eriksen hier bij denemarken denemarken komt er ook voor het eerst uit in deze wedstrijd en deze wedstrijd tegen duitsland de voorzet die valt binnen het is kasper dolberg die daar denemarken op 1-0 zet de voorsprong voor denemarken door kasper dolberg goeie voorzet en perfect binnengetikt door hem en zo is het de voorsprong van 0-1 en ook christian eriksen viert het feestje weer mee 25e minuut gespeeld. En het is eigenlijk zo dat Denemarken sterk is in de beginfase. Nu ook via de doelman eigenlijk of via een verdediging wordt het 2-0 voor Denemarken. Weer Jesper Dolberg die daar toch wel een belangrijk aandoen heeft. Zo is het een goede ja, wissel geweest om hen binnen de lijnen of in de basis te zetten door Jens Toornsta. En zometeen gaan we ook zien of in ieder geval vanaf de volgende wedstrijd... met Denemarken... dat we wat andere spelers hebben opgeroepen ook. Onder andere Nicola Jurkensen is terug opgeroepen... voor uh, Denemarken. Maar ook Brad White, of moet het ook maar uitspreken... is weer opgeroepen. Uh, Lasse Schöne is weer opgeroepen voor Denemarken. Dus uh, Torsa. behoudt vertrouwen... in de oude garde bij Denemarken. Dit is wel een doelpunt van Duitsland. 2-1, door de Spanner gemaakt. Zo vlak voor rust komt Denemarken... op jacht naar een 3-1. En die komt er ook. Het is nu wind. De andere spits die scoort... En zo staat dat opeens 3-1 voor Denemarken. Na die uh, aansluitingstreffen van uh, Duitsland geeft Denemarken gelijk antwoord eigenlijk met 3-1. En zo is de minuut 40 aangebroken. Waar uh, Denemarken op een 3-1 voorsprong staat in deze EK kwalificatieronde wedstrijd tegen Duitsland. Kroos. Tekkel. Gebeurt niks mee. Havertz. Sané. Sané. Goed gedaan door Christensen. Nu richting de doelman hier. Iversen. Goede bal richting Dolberg. Op de flanken meegegeven. Kunnen we daaruit komen. De snelheid op de flanken is wel uh, belangrijk. Komt er aan de voorzet. Die komt er. Die voorzet is dan weer wat minder. Er zit de eerste helft er ook op. Bij nu een 3-1. Gaan we kijken wat de tweede helft gaat worden. Die we simulerend gaan uh, verder kijken. Is misschien riskant. Zo'n wedstrijd tegen Duitsland. Simulerend verder. Maar ja, als we hier... Ja, ik hoop dat we winnen. Maar als we hier nog gelijkspel zullen gaan spelen, dat Duitsland terugkomt, dan ja, ben ik op zich ook tevreden mee, want Duitsland is natuurlijk wel een heel lastig land om tegen te spelen. Laat ik mijn zin even goed afmaken om daar tegen te spelen en uh, ja, minuut 60, nog steeds de 3-1 voorsprong, tot nu toe geen veldje aan de lucht eigenlijk, maar ja, het kan zomaar omslaan natuurlijk. Voordelen maken tegen Duitsland, laten we hopen dat dat uh, hier niet het geval is. Dat het hier gewoon 3-1 blijft. Ik ga wel wat wissels uitvoeren. Paulsen gaat erin komen voor wind. En uh, Delaney gaat erin komen ook. Dus uh, weer wat aanpassingen gedaan. voor mij heb ik er drie wissels gedaan. Dat is even die derde, zag ik even niet zo snel. Duitsland, wat hier nu gevaarlijk wordt. Uh, even kijken. Anderson erin, Delaney erin. En Paulsen erin. Dat zijn drie wissels dus. Erikse heeft. Oh, Erikse stelt er nog in. Ik dacht dat ik hem gewisseld had. Nee, die staat er gewoon nog in. Het laatste tien minuten. 3-1 voor Denemarken, nog steeds. Het lijkt toch gewoon om een 3-1 af te streven, of toch niet? Want nu komt Duitsland eruit. Voor het oppassen komt er dan een kans voor Duitsland. En die kans die komt er, want het is 2-3. Tony Kroos met het doelpunt. En Duitsland wil natuurlijk hier nu een 3-3 maken in de slotminuut. En Duitsland is nu sterker. Dit wordt gevaarlijk en het is 3-3. Ik besloot nog te gaan invallen zelf om nog wat kunnen doen in die extra tijd. Maar het mocht niet baten. Het blijft 3-3. Duitsland. Kwam terug in de slotminuten. Ja, het is zoals we Duitsland kennen. Het Duitse elftal heeft altijd geluk op het laatste moment. En nu is ook weer 3-3 uiteindelijk nog gespeeld. Voor een eerste wedstrijd is Torsten zeker niet ontevreden, maar het kan beter. En dan gaan we de volgende Interlandperiode alles aan doen om, dat te, alles eraan doen om dat natuurlijk te bewerkstelligen. Maandelijkse Scouts hebben we goede spelers? Nee, 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 nee. En deze wel. Martijn Boer. En in de Marokko zat er ook niks. Eén goede speler dus, Martijn Boer. Die kunnen we ook naar het team zetten. Mahali gaan wij uitlenen. En deze wordt ook wat geleend aan Schalke. Even zijn uh, deze speler worden dus uitgeleend. Uh, de Boer na het elftal gelijk. Deze is nog te jong. Dus die houden we zo. De Boer is dus wel bij het elftal. Die gaat ook de volgende aflevering zijn minuten krijgen tegen PSV. Uh, we gaan hem wel op de leenlijst zetten. Want het is wel zeker nodig. En uh, ja, dat gaan we dus zien vanaf de volgende wedstrijd, de, de, de volgende aflevering, de wedstrijd tegen PSV en tegen AC Milan. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en later!